Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Deze mama was nog iemand iets verschuldigd. Wat was mama nog verschuldigd? Een ontbijtje. Ja, mijn papa was jarig, hè? En mama zei, ik doe later dan een ontbijtje wel maken, hoor. Dus wat heeft mama gedaan? Ze heeft kaaskassantjes gemaakt. Chocoladebroodjes. Ik heb lekker eitje gekookt. Meloentje ligt hier. Aardbeidjes. En dan gaan we lekker smullen. Yay! Mama gaat eerst even een croissantje voor de kindjes uit elkaar halen, zodat ze lekker kunnen beginnen. Gisteren was ik al begonnen met onkruid. En vandaag heb ik het even afgemaakt. Niels moet nog even een stukje vegen voor mij. En dan is het alweer klaar. Ik heb dit verzameld. Een hele emmer vol met onkruid. En zooi. En daar zit Niels met de hond. Maar Niels gaat nou vegen. Jordi wil niet slapen. Niels is net klaar met vegen. Sammy is wakker. Ik heb hem wakker gemaakt, omdat hij toch wel lang aan het slapen was. En die ben ik nu dus de fles aan het geven. En als het goed is, komt Jordi nu naar beneden. Daar is hij dan. Ja, ik zet hem maar uit. Dus die gaat spelen. Niels, hoe eet jij KitKat? Met twee... Gewoon tegelijkertijd dan expres om jou te kleren. Ja, wij zijn een KitKatje aan het eten. En ik breek hem altijd door midden en ik eet één zo'n KitKatje per keer op. Nee, hij niet. Hij mochelt hem zo helemaal in zijn mond. Laat hieronder in de reacties eens weten wat jullie ervan vinden. Ik vind namelijk dat het schandalig is dat hij er twee in één keer zo, huppakee, in zijn mond stopt. Zonder te breken. Zonder door midden te breken dat je, zeg maar... Dat je hem los van elkaar hebt. Wat vinden jullie daar nou van? Ik ben wel benieuwd. Laat maar weten in de reacties. Jordi is nog steeds wakker. En die is nu weer aan het spelen. Dus het filmpje gaat uit. Hij stond hier. Hij is nu weer aan het spelen. Een handje. Ja? Hoe mama wie blijft? Wat is er? Wat wil je van mama? Ja? Ga maar staan. Ga maar staan. Wat wil je dan? Wat wil je dan? Wacht. Even mama? Wil mama een dikke kus van jou? Yeah! Kipkusje gehad, kipkusje gehad, kipkusje, kusje, kusje gehad. 1, 2. Joefa op. Mama knuffelen? Wil mama knuffelen? Mama lekker knuffelen. Hallo, hallo, hallo. Hi. Had jij lekker geslapen? Ja, tuurlijk. Dat dacht ik ook. Echt niet.
Nee, een klein stuk ondeugd van mama. Wat? Mama, jou eruit halen? Kom je eruit? Nee. Wat? Nee. Die kun je krijgen. Gaan we naar beneden? Jawel. We gaan naar beneden. We hebben 3 op een rij. Yay. Moest even luiertjes halen. En we hebben glijbaan gekocht voor de kindjes. Dadelijk beter filmen die glijbaan. Ja, die is naar huis. Jordi vindt de schutting interessant. Ik denk dat hij er verliefd op is of zo. Kom dan, Liam. Liam, kom je kleien? Hij kan het al zelf. Ik ben een appere politie aan. Dat is niet slim, hè? Want daar moet hij ook gewoon fatsoenlijk af, hè? Hij kan natuurlijk op zijn buik af. Ja. Hij waait iets harder, hè? Moet zitten. Maar dat deed hij net niet heel tijd. Dat deed hij even voor het filmpje, mama. Nee, vasthouden. Vasthouden. Beetje goed. Yay. Deze kunnen we ook een keer in het zwembadje zetten. Yay! Vasthouden. Gaan we het al sneller. Yay! Dat is niet de bedoeling, hè, maat? Moet je zelf ontdekken dat dat niet mag, ik heb het zelf nooit gedaan. Ik heb geen idee. Hallo. Ik heb voor Jordi een lichtsnoer gehaald. Die waren in de aanbieding bij de Action. Let dit niet op zijn bed. Hij heeft zelfs zijn bed helemaal zo overhoop gehaald. En die hebben we net even geplakt en geïnstalleerd. En nu gaan we even kijken hoe dat Jordi erop reageert. Wauw, lampjes in je bed. Even kijken. Wauw, vind je het mooi? Hij gaat gelijk slapen, hoor. Ja, hij is moe. Hij heeft niet geslapen, hè? Hallo? We vragen hoe je ervan vindt. We vragen niet gaan slapen. Wat vind je ervan? Vind je het mooi? Kom eens hier. We gaan eerst nog eten. Mag dat niet meer? Maar volgens mij vindt hij het wel prima, hoor. Vind je het mooi? Hij vindt het wel interessant. Je eigen snoezelruimte. Ja, papa en mama willen een beetje een snoezelkamertje voor jou maken, hè? Ja, vind je het mooi? Vind je die kleurtjes mooi? Mensen laten gewoon naar bed, denk ik. Wij gaan eten regelen. Alles. Opgeruimd en de kindjes slapen. En wij gaan eventjes serie kijken. Lupin zijn we begonnen. And then there was light. En er wordt weer een vlieg of zo afgefikt. Maar wij gaan even serie kijken. En dan gaan we naar bed. Ja. Dat gaan we doen. Een hele goede morgen. Liam is aan het bouwen. Die is van alles op elkaar aan het stapelen. Sammy die ligt hier in de box.
En Jordi die is wandelen met Wietja. Dat is de fysio. En Niels die is momenteel bezig met het oud ijzer. Wij mochten van de buurman zijn bus even lenen. Zodat er oud ijzer uit de tuin weg kan. Want dan ligt er een verwarming die weg moet. Dat soort dingen. Dus die gaat Niels even wegbrengen. En... Oh, ik ben nog steeds moe. Oh, vannacht Jordi om 3 uur. Helemaal over de zeik. Een broek verschoond. Niels heeft me wel geholpen met die broek verschonen hoor. En 3:30 begon hij weer te huilen. Geen volle broek. Dus ik had zoiets van ja, wat dan? Dus toen ben ik bij hem gaan liggen. En om 6:30 kwam Sam. Oh, ik hoop zo dat die botox een keer bij Jordi erin geramd wordt. En dat we meer komen te weten. En dat zijn neus en keel en mandelen gedaan zijn. Want, oh. Het is gewoon vermoeiend. Je hebt gewoon geen... Je hebt gewoon gebroken nachten continu. En dat is het eigenlijk. Slaap Sam eindelijk door. Heb je nog gebroken nachten vanwege Jordi? Nee. Sam die kwam om 6:30. Dus in principe gewoon een hele nette tijd. En dat had ik ook gewoon gekund als Jordi niet wakker was geweest. Dus dan was ik opgestaan en had ik het gedaan. Maar nu... Oh. Maar ja, ik ga heel eventjes dingen doen. Ik denk heel even nog op de bank zitten. Ik heb geen zin om iets te doen. Ja. Vanmiddag krijgen we bezoek van de peettante van Liam en de peetoom van Sam. En hun grote nicht. En, want die hebben ze ook, een grote nicht hebben ze. Jamie. En die komen straks en dan gaan we lekker barbecuen. Dus het wordt vandaag een gezellige dag. En toen hadden we lunch. Lekker broodje zalm met roomkaas en komkommer. Niels heeft hetzelfde. Niels moet dadelijk ook voor de vaccinatie weg. Voor zijn tweede prikje. En ik ga zo dadelijk nog heel eventjes wat dingetjes doen hier. Jordi is nog wakker. Liam die slaapt. Jordi zit nu hier eventjes te spelen. Want ja, die zit steeds meer dat hij 's middags niet meer wil slapen. Maar toch niet de hele dag volhoudt. Dus we zijn een beetje aan het puzzelen wat we er nou mee willen. En Sammy krijgt lekker de fles. En ja, daar doen we nu even mee. Ik ga even eten. Bezoek is weg. We hebben lekker gegeten, lekker gebuurd en gezellig gehad.
Liam vond het ook leuk, hè? Bezoekje, hè? En wat gaat Liam dadelijk doen? Echt wel? Je gaat in bad. Even gauw de douche in. Liam gaat zo de douche in. Jordi gaat zo de douche in. Iedereen gaat hier zo de douche in. En dan gaan ze weer lekker schoon een bedje in. En ik heb nog iets tussen hun tanden zitten. Oh, schandalig. Maar goed. Dat gaan we doen. Oeps. Ik ben vergeten af te sluiten. Bij deze bedankt voor het kijken en tot de volgende.